Ik heb een afspraak met de burgemeester van Apeldoorn, John Berends. En via een undercover-operatie gaat hij van dichtbij meemaken wat er leeft en speelt in zijn stad. En hij gaat aan de lijve ondervinden hoe complex het probleem van verpaupering is in Apeldoorn. Toen ik hier net in de wijk kwam, hadden wij hierboven een meneer wonen die al het contact verbrak met medewerkers van het sociaal wijkteam. Ja. En was afgesloten van het gas, water en licht. En waarvan ik uit de buurt hoorde dat hij 's morgens met een pannetje hier in de vijver zijn water ging halen. Tjo. Nee. Tjo. En we proberen dan via de deur contact te maken, maar die deed niet open. En dan lukt je dat uiteindelijk na een aantal pogingen. En dan schrik je je gewoon kapot hoe zo'n woning er van binnen uitziet. Zo in één keer komt er dan een meneer die mij mailt. Die heeft een verslavingsprobleem gehad. Ja. En die heeft een terugval. Ja. En die komt dan met de verkeerde mensen in contact. En dan laat hij auto's op zijn naam schrijven. Daar krijgt hij wat geld voor. Daar krijgt hij wat geld voor. En wordt hij eigenlijk gewoon voor misbruikt. Hij wordt daarvoor misbruikt. Maar dus ook criminelen die bij hem aan de deur staan. Ja. En je zal ernaast wonen. Dat is wat je bent. Peter de Jong. Zeven wenden trouwens, hoor. Een snor. Ja, zeker, zeker. Ja. En ook de kruif en de hele outfit. Maar het gekke is, Dennis, het voelt ook wel een beetje vrij. Ja. Ja, want normaal heb ik dit soort kleding nooit aan. Ik heb er zin aan, echt. Ja. En dit zal absoluut werken, denk ik. Hi. Hi, Peter. André. Hi. Ja. Sorry. Ja, excuses. Ja. Ja, nee, dat is niet netjes, hè. Nee. Ja. Mensen afspreken dat. Ja, vind ik ook. Moet je niet doen. Peter krijgt gelijk flink op zijn donder van André dat hij te laat is. Iedereen heeft recht op een huis. Maar als je dus allemaal mensen bij elkaar zet die een rugzakje hebben, zeg maar, laat ik het zo zeggen. En dat is helemaal niet erg, maar die mensen wel begeleiden, vind ik. En dat is dus een kardinaal punt hier. Je staat niet in de buurt van alles wat sociaal-economisch zwak is. Ja. En al met een rugzakje de wijk weer in gezet om ze weer mee te laten doen. Daardoor gaat het hier echt toch wel naar beneden, want dat brengt problemen met zich mee. Hm. Iemand met een psychose en daarboven... Oh, een verwarde persoon, ja, dat zie ik zelf ook. Een zedendelinquent, ja. Als je dat in zo'n zwakkenhuis gaat zetten, dat geeft problemen. Komt uit? Nee, ik ben hartstikke slecht. Niet doen? Ja, nee, dan houden we het zo. Ja. Doe kalm aan. Hoofdje koel, hè? Ja. Doei, tot volgende keer. Nee, maar het is wel mooi dat jullie dat toch in de gaten houden, hè? Maar ook puur door aanbellen. Ja. Ja, toen heb je hem... Hij kan heel moeilijk nee zeggen. En door middel van een gesprek komen we dus achter dat hij gewoon voor zichzelf geen structuur kan opbouwen. Nee. Hij kan zichzelf, als hij niks te doen heeft, dan wordt hij gek in zijn kop. Dat jij als volwassen mensen daar buiten in het hoekje, hier zo, waar ik zo tegenaan kijk, het heggetje, staan ze gewoon een zeiken gek gezegd. Hmm. Achter de winkels, daar heb je garages. Nou, ja, die heb ik gezien, dat is wat je me net liet zien. Hè? Ja. Dat doen ze gewoon hun behoeftes. Ja. Die mentaliteit die mensen hebben, ook staan ze daar, constant staan ze daar. En als u nou de politie bellen en dat soort dingen, of de gemeente, of... Ik zou maar vertellen, dat heb ik gewoon wel afgeleerd. Afgeleerd, waarom? Die komen toch niet. Die komen. Ja, of die komen twee uur later als alles al weg is. Wel al wat problemen met die Poolse winkel hier. Dus die zuipen en dan komt de politie aan. Nou, heb je de ID, dan hebben ze geen ID. Dan worden ze meegenomen, volgende dag staan ze weer te zaten. Als ze daar toeval was, we liepen hier net, toen zeiden we nou... Sorry, even goede vrienden. Ja, als ze daar staan ze te zuipen. Man of 15. Je trekt voor de pui, ja? En de politie komt daar vandaan. Weg zijn ze. Wat doet de gemeente niet, wat ze wel moeten doen? Niks. Helemaal niks? Houdt schoon, voor de rest niks. Ja. Wat moet de gemeente voor ons doen dan? Een beetje meer toezicht houden. Want ik heb gehoord, dat is van de burgemeester, hè, weet ik. Ja, precies. Hey, burgemeester, dat is onze feestbeest. Ja? Jou meer van feesten, denk ik. Ja, zo weet ik niet. Heel veel oudjes, en die wonen hier veel in de buurt, die durven s'avonds dus niet over straat. Ja, Gonny durft in ieder geval niets te organiseren voor ouderen in de avond, want die durven s'avonds laat niet meer op straat. Is er ook een bestuurtje hier, of ben je dat alleen? Ik ben alleen. Hoor, je bent de grote baas? Nog alleen over, ja. Ja, we wilden ze niet meer? Nee, het worden ook te oud en hebben ze er geen zin meer in, dus ja. Het is moeilijk te krijgen, maar ja, ik bedoel, er kan altijd weer iets opgebouwd worden. Of dat dus jullie zelf iets op willen zetten, dat kan. Zou je dat wel willen, denk je? Ja, waarom niet? Ja, ik heb geen idee natuurlijk. Ja, waarom niet? If don't disturb to anybody. Ah, there's some difference in opinion about it. You know, you can understand that, of course. Yeah, we don't want to disturb. I think in Romania you have mostly the factory and a little place where you can drink a beer after you have worked. That's a kind of habit which you have. In our country, it's open totally. It's totally open. You can do everything. Why,
what you want, you can make. Are the Dutch people a little bit kind to you? I cannot listen this music a little louder on the street because you have too many restrictions. You are in the iron Nou, het is niet zo zwart-wit als dat ik dacht. Hebben speren? Ja, en ik denk nou, het lijkt meer op een landloper. Burgemeester, hè, weet ik. Ja, precies. Hey, burgemeester, dat is onze feestmeester. Ja. Hey, goed gezegd. Ja. Ik heb echt bijzonder veel waardering voor het initiatief en de manier waarop als jullie in het Staatsliedenkwartier bezig zijn. Dankjewel. Dat betekent dat ik dat initiatief verder wil ondersteunen. Je kunt aan opleidingen denken, je kunt misschien wel aan hele andere dingen denken. Gaan we dat verder uitbouwen en wat mij betreft ook in andere wijken in Apeldoorn. Top. Overlast, ik zeg toch maar even, door Oost-Europese arbeiders. Jullie hebben daar allemaal in meerdere of mindere mate iets over gezegd. Ik heb contact gehad met de directeur van de slachterij. Die zei gelijk tegen mij, ik ga meehelpen. Ik voel mij mede verantwoordelijk voor wat in Staatsliedenkwartier gebeurt. Dus ik ga met de directeur met jullie rond de tafel om te kijken hoe dat oplossen. En hij zit er heel goed in. We gaan het buurthuis, de Robbedoes dus, hè, opknappen. Fijn. 15.000 euro. Woe. Ja, dat krijg jij niet, hè? Nee. Nee. Dat hoeft ook niet. Nee, dat weet ik wel. Nee. We gaan daar echt iets moois van maken. Fijn. En dan eindigen we met een buurtfeest. Dan gaan we met elkaar een plek van de ontmoeting van maken en weer nieuw leven inblazen. Buurtfeest zou ik wel best wel leuk vinden. Dat is het begin. Een stap voor een beetje samenhorigheid weer.